Hoewel het eindexamenonderwerp over de Verenigde Staten officieel pas in 1865 begint, heb ik toch een korte video gemaakt over de voorgeschiedenis. De informatie die hierin voorbij komt is niet per se verplicht om te kennen, maar wel heel erg handig, want je krijgt meer informatie over zaken die verderop in het boekje wel van belang zijn. Het verschil tussen de noordelijke en de zuidelijke staten, de tegenstellingen tussen de blanke en de zwarte bevolking, hoe de industrialisatie op gang komt. En ook vangen we al een glimp op van de buitenlandse politiek van de VS onder de noemer van de zogenaamde Monroe-doctrine. Het zijn zaken die je nu misschien nog niet zoveel zeggen, maar ze zullen verderop in ons onderwerp echt van belang worden. Ja, en in deze periode van die voorgeschiedenis dus wordt er eigenlijk de basis gelegd. En bovendien hebben we dan natuurlijk een mooi startpunt als we in 1865 echt aan de slag gaan. Maar goed, eerst even terug naar 1789, het jaar dat die Amerikaanse grondwet wordt ingevoerd. Hier hebben we die 13 koloniën die zich hebben afgescheiden van hun moederland Groot-Brittannië, de eerste 13 koloniën. Even een paar kenmerken van die Verenigde Staten zo rond 1789, aan het einde van die 18e eeuw dus. De Verenigde Staten zijn dan een overwegend agrarische samenleving, een landbouwsamenleving met in het noorden kleine zelfstandige boerenbedrijven en in het zuiden grote slavenplantages waar bijvoorbeeld producten als tabak, rijst en later ook katoen worden verbouwd. Vrije arbeid in het noorden dus, slavenarbeid in het zuiden. Belangrijk om te onthouden. Daarnaast zien we dat die Verenigde Staten beginnen te groeien. Zowel op de kaart, geografisch dus zoals je al ziet, maar ook qua inwoneraantal. En dat komt omdat er constant nieuwe immigranten vanuit Europa binnenkomen. En in deze periode, aan het einde van de 18e eeuw en begin van de 19e eeuw ook trouwens, zijn dat vooral blanke protestanten die gevlucht zijn of weggetrokken zijn uit Schotland en Engeland. Waarom doen zij dat? Nou ja, zij hopen op een beter leven in die nieuwe wereld. Daar ligt eigenlijk de hele wereld nog voor hen open en ze kijken of ze daar een betere toekomst op kunnen bouwen. Dat heeft wel grote gevolgen voor de oorspronkelijke bewoners van Amerika, de Indianen. Door de komst van die nieuwe immigranten worden de Indianen steeds verder richting het westen gedrongen. En de grens van de Verenigde Staten begint te verschuiven. Sommige mensen gaan zich namelijk vestigen in gebieden die nog niet tot de staten behoren, de zogenaamde territories. En als er eenmaal maar genoeg mensen in zo'n territory wonen, ja, dan kan zo'n territorium kan dan dus een nieuwe staat worden. En zo breiden die oorspronkelijke 13 staten zich verder uit. En zo zie je dus ook dat de westgrens, oftewel de frontier, dat die steeds verder opschuift. De Amerikanen zijn begonnen met een trek richting het westen. En die trek richting het westen, die zet zich voort in de 18e eeuw. We maken even een sprong in de tijd, we komen nu aan rond het jaar 1820. En als je naar de kaart gaat kijken, dan zie je al dat er heel veel nieuwe staten zijn bijgekomen. Dat die frontier duidelijk is opgeschoven richting het westen. En dat die stroom immigranten uit Groot-Brittannië voort blijft duren. Een heel belangrijk iets dat we in deze tijd zien ontstaan, is het begin van de industrialisatie. En dat gebeurt vooral in het noorden. Daar worden de eerste fabrieken gebouwd, daar ontstaan ook de eerste steden en daar begint de samenleving dus ook echt te veranderen. In het zuiden blijft het toch vooral een plantage-economie. Wat we daarnaast zien is dat mede door die industrialisatie er steeds meer spoorwegen worden aangelegd, die ook weer de trek richting het westen gemakkelijker maken. En het doel van de Amerikanen wordt de westkust bereiken. De Indianen die worden zo steeds verder teruggedrongen. Vanaf 1830 worden die Indianen verplicht om ten westen van de rivier de Mississippi in reservaten te gaan wonen. Dat is iets wat het congres beslist heeft. Ja, en die groei van die Verenigde Staten is nog lang niet afgelopen. Want vanaf de jaren 1840 zien we een stroom van nieuwe immigranten richting de Verenigde Staten komen. Het zijn jaren van hongersnood en armoede in Europa als gevolg van een paar grote misoogsten. En dan zien we dat er ook een nieuwe groep immigranten komt, namelijk katholieke immigranten. En die komen voornamelijk uit de Duitse gebieden en uit Ierland. Maar ondanks die katholieke immigranten blijft het protestantisme de overheersende godsdienst in de Verenigde Staten. En het overgrote deel van de bevolking voldoet dan ook nog steeds aan het zogenaamde WASP-ideaal. White Anglo-Saxon Protestants, oftewel blanke Anglo-Saxische protestanten. Of dus blanke Britse protestanten. Dat is eigenlijk de dominante cultuur in de Verenigde Staten. Nou, wat je verder op dit kaartje ziet is dus dat de westkust bereikt is. Het zijn nog niet allemaal staten geworden, wel van die zogenaamde territories. Maar de Amerikanen hebben de westkust bereikt. En de vraag is eigenlijk waarom dat allemaal zo snel gegaan is en waarom ze sowieso richting die westkust wilden.
Nou ja, daar heeft de zogenaamde Manifest Destiny mee te maken. En die Manifest Destiny, daar zit het woord Destiny dus in, het lot. Het lot van de Amerikanen was, vonden zij zelf, dat zij heel Noord-Amerika moesten beheersen. De Amerikanen zijn voorbestemd om dit hele continent te beheersen. Van de Atlantische Oceaan naar de Grote Oceaan, van de Oostkust tot aan de Westkust. En dit schilderij, dat in 1872 door John Gast werd geschilderd, ja, dat geeft eigenlijk dat idee het beste weer. We zien hier duidelijk een trek richting het westen, door middel van boeren, ook met die spoorlijnen. We zien de Indianen links op de afbeelding zien wij wegtrekken. En we zien die grote vrouw in het midden. En zij moet Amerika voorstellen. Ze heeft telegraaflijnen vast, ook als symbool dat heel Amerika van de oost tot de westkust met elkaar verbonden worden. En dat is de Manifest Destiny. De Amerikanen, en dan heb ik het dus over die Europese immigranten en hun kinderen, de volgende generaties, die geloven echt dat dit continent voor hen is voorbestemd. En dat zien we ook terug in de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten. Want de vijfde president van de Verenigde Staten, James Monroe, hier zien we hem, die vaardigt in 1823 de zogenaamde Monroe-doctrine uit. En een doctrine, dat is geen wet, maar dat is meer ja, een soort idee waar je je aan moet houden. Het ligt niet vast, maar het is wel de bedoeling dat je dit volgt. Nou, dat geldt dus ook voor de buitenlandse politiek. Wat zegt die James Monroe? Die zegt dat de Europeanen zich niet mogen bemoeien met de Amerikaanse politiek. Nogmaals, Amerika is voor de Amerikanen. Andersom zegt hij ook dat de Amerikanen zich dan niet zoveel zullen bemoeien met de Europese politiek. En je vraagt je misschien af waarom dit van belang is. Nou, dit idee dat blijft eigenlijk tot aan de Tweede Wereldoorlog, of misschien wel daarna zelfs nog, blijft dit dominant in de Amerikaanse buitenlandse politiek. Het liefst houden ze zich niet met Europese zaken bezig. Zullen we verderop in het onderwerp ook nog gaan zien. Oké, Amerika groeit dus, het begint te industrialiseren. Het lijkt een groot succesverhaal, maar is dat ook zo? Nee, dat is niet zo, want de Amerikanen krijgen wel degelijk met hele grote problemen te maken, die zelfs uit zullen lopen op een burgeroorlog. De Amerikaanse burgeroorlog, die van 1861 tot 1865 zal duren. En hier op de kaart zie je al tussen wie en wie dat plaats zal vinden. Het noorden dat zich steeds meer aan het industrialiseren is, en het zuiden waar nog steeds die plantage-economie bezig is. En die zuidelijke staten, die besluiten zich in 1861 af te scheiden van het noorden. Zij stappen uit die Verenigde Staten. En de vraag is natuurlijk waarom. Wat zijn de oorzaken voor het uitbreken van die Amerikaanse burgeroorlog? Nou, die oorzaken die hebben eigenlijk te maken met de veranderingen die er in Amerika plaatsvinden. Het noorden en het zuiden beginnen een beetje uit elkaar te groeien. Die beginnen zich allebei op een andere manier te ontwikkelen. Het noorden is afhankelijk van de eigen industrie, terwijl het zuiden vooral katoen begint te produceren voor de Engelse industrie. En als dan de Amerikaanse regering besluit dat er hoge importtarieven moeten worden geheven op buitenlandse producten, dan zijn ze daar in het noorden hartstikke blij mee, want dat beschermt hun eigen industrie. Buitenlandse producten worden duurder en daardoor kopen de Amerikanen sneller gewoon Amerikaanse producten die in die Amerikaanse fabrieken gemaakt worden. In het zuiden vinden ze dat niks, die hoge importtarieven. Want daardoor worden Engelse producten duurder in Amerika. En die zuidelijke slavenplantages, ja, daar wordt juist heel veel katoen verbouwd voor de Engelse textielindustrie, voor de kledingindustrie. Maar ja, als er minder Engelse producten in Amerika gekocht worden, hebben die katoenplantages dus ook minder inkomsten. Dus zij zijn het niet eens met die hoge importtarieven. Zij zien dat echt als een bevoordeling van het noorden en een benadeling voor henzelf, voor het zuiden. Daarnaast speelt er nog iets anders, iets veel fundamentelers, minder economisch, en dat is namelijk de vraag of die slavenarbeid, of die wel mag blijven bestaan. In het noorden zien wij dat het abolitionisme opkomt, een beweging die onder invloed van de verlichtingsideeën gaat strijden voor de afschaffing van de slavernij. Nou, die abolitionisten die vind je vooral in het noorden. En het zijn dan ook de noordelijke staten die als eerste de slavernij afschaffen. De een na de andere staat in het noorden heft een verbod op slavernij. Maar in het zuiden, waar ze afhankelijk zijn van die slaven om de economie draaiende te houden, ja, daar vinden ze die opkomst van het abolitionisme helemaal niets. Want dat gaat weer ten koste van hun inkomsten. Dus opnieuw voelt het zuiden zich een beetje benadeeld door het noorden. Zeker als uiteindelijk
in 1860 er een nieuwe president komt. Abraham Lincoln. En Lincoln is een abolitionist. Hij is tegen de slavernij. En hij wordt in 1860 gekozen en in 1861 gaat zijn presidentschap in. Ja, en dat is dus het moment 1861 dat die zuidelijke staten zich afscheiden. En dan breekt dus die burgeroorlog uit tussen de noordelijke staten en de zuidelijke staten. Die oorlog die duurt 4 jaar. Er vallen meer dan 650.000 doden. Dus dat is een flinke strijd geweest. Het is heel lang is het op en neer gegaan tussen het noorden en het zuiden. Was niet duidelijk wie er zou winnen. Maar uiteindelijk zullen de noordelijke staten winnen. Het zuiden geeft zich in 1865 over. En daarmee worden de Verenigde Staten weer één land. Net voor het einde van die oorlog neemt Lincoln nog een heel belangrijke beslissing. Het 13e amendement wordt aangenomen en daarmee wordt in de Amerikaanse grondwet vastgelegd dat slavernij in heel de Verenigde Staten verboden is. Lincoln zelf die kan niet echt genieten van deze successen, want aan het einde van de oorlog wordt hij zelf doodgeschoten tijdens een aanslag die gepleegd wordt door iemand uit het zuiden van de Verenigde Staten die het niet met zijn beleid eens is. Maar goed, de koers die de Verenigde Staten ingaan vanaf 1865, die is wel duidelijk.